schakelen. Ik hoop dat Mambelino van binnen wel... Oh, wow, 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 wow. Zo, het zijn kapot veel, zeg. Hallo kijkers van Gas Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer bij Malino. Mensen, we zijn bijna bij Mount Malino aangekomen. Dus doe alvast even een blauw duimpje omhoog. En ja, ik zie daar al gelijk een zombie spawn. En daar zien we Malino. Dus ik denk dat dit kunnen best wel eens veel zombies zijn. Oh, dit zijn er inderdaad best wel een hoop. Ja, we moeten ze gewoon eventjes uitschakelen. Ik hoop dat Mount Malino van binnen wel... Oh, wow, 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 wow. Zo, het zijn kapot veel, zeg. Ik hoop trouwens dat die open is, maar... dat heb ik nog niet gecheckt. Ik ben gewoon gelijk begonnen met opnemen toen ik hier in de buurt kwam, maar... Ik zag allemaal zombies staan, dus ik denk, weet je, ik ga wel gelijk opnemen en dan zien we wel hoe het gaat. We slaan even al deze zombies in elkaar, zo. En dan lopen we rustig naar Malino toe. Nou, ik zie gewoon dat de gate volgens mij dicht zit. Ik weet niet of we erin kunnen. Nou, alhoewel, volgens mij kunnen we er wel in. Jup, we kunnen erin. Toch? Even kijken hoor. En... Nope, hij is dicht. Mount Malino is dicht, dus we kunnen niet naar binnen. Oh, dit is zo zuur. Ik dacht echt, we kunnen hier nu naar binnen gaan en we kunnen hier loot gaan vinden. Nou ja, blijkbaar dus niet. Is er dan nog iets anders in de buurt? Ik zie hier achter wel een of andere nucleaire bunker, maar dat is echt gewoon één dingetje. En dit zit gewoon dicht. Oh man, dit is zo zuur. En daar spannen zoveel zombies, daar spannen zombies, daar spannen zombies. Overal spannen me. Oh, er komt ook gelijk een zombie op me af. Daar hebben we geen zin in. Zo. Nou, we rennen maar even een stukje verderop, want deze zombies zijn allemaal niet snel. Maar we kunnen dus niet naar binnen. Dat is zo zuur. Ik ren even een stukje deze kant op. Want hier staan allemaal nog torches. En die zombies moeten we eventjes gewoon ontwijken. En dan moeten we heel even kijken. Zit er iets in de buurt van Malino? Als ik zo kijk. Ja, er zit echt helemaal niks in de buurt. Ja, die stad aan de linkerkant van mij. Maar ja, dat is nog best wel een eindje lopen. Dus ja, dat houden jullie nog van mij te goed. Dan zie ik jullie wel als ik daar ben. Goed mensen, we zijn aangekomen in Kali. Jammer natuurlijk dat Malino of Mount Malino nog dicht zit. In ieder geval, ja... We zullen het vanzelf wel zien. Zodra die weer open is, dan gaan we er een keertje heen. En dan gaan we daar gewoon een keer looten. Kali waren we ook nog niet geweest. Ja, we zijn nog in een paar dingen niet geweest. In Keerpin ben ik ook nog niet geweest voor video. Daar moet ik ook nog een keertje naartoe. Maar ik was nou toch al dicht bij Kali. Dus ik dacht van, nou weet je wat. Dan gaan we gewoon als een gek hier naartoe rennen. En dan gaan we kijken wat we hier voor loot kunnen vinden. Ja, ik heb natuurlijk op zich al best wel oké loot. Ik zoek nog een politie special ops helm en body. Ik denk niet dat we die hier in deze stad tegen gaan komen. Maar ja, mijn supplies waren sowieso op van het rennen. Dus we gaan gewoon eventjes kijken. Want in deze stad, ik heb al even een beetje zitten kijken wat er allemaal zit. Want we hebben een soort van hele grote fietsstandbeeld dinges. I want to cycle. We hebben dan de... Small Abandoned Town Hall. Dat is een grote plek. Dan zie ik hier een heleboel gebouwtjes een beetje in het noorden. Ja, jullie kunnen de map natuurlijk nu even niet zien. Maar ja, er is niet zo super veel qua grote gebouwen. Wel zie ik hier ook nog een Abandoned School. Een old parking lot with a lot of people left some trash. En ja, er is één safe house. Of zijn er meerdere? Nee, er is maar één safe house in Kali. Dus, nou ja, dat is nog wel even iets waar we naar moeten kijken. Naar een paar van die dingen denk ik wel van, daar kan best wel eens wat van loot liggen. Hier hebben we een bandage. Oeh, dat is sowieso nice, want die hebben ook een heleboel gebruikt natuurlijk onderweg. En bij Mount Malino was het opeens mokertje druk qua zombies. Ik had echt zoiets van, wow, waar komt dit allemaal vandaan? Maar ja, dat is aan de ene kant logisch. Mount Malino staat er natuurlijk onbekend als dan de plek waar deze zombies vandaan zou moeten komen, denk ik. Dus ja, eens even kijken hoor. Hier nog een kist. Nee ja, in elk huisje staat ongeveer één kist volgens mij.
voor wat ik nu heb gezien. Hier zit ook niks. Nee, oké. Nee, dan gaan we denk ik maar gewoon zo meteen gelijk richting een groot gebouw. Want we moeten hier binnen in de huisjes kun je nooit echt iets waardevols vinden. Volgens mij hoor, mensen. Correct me if I'm wrong. Maar ik heb het idee dat je in van die kleine huisjes, net zoals dit. Oeh, en er zit hier een hele grote zombiespan. Dan moet ik heel even om me heen kijken of er niet ook opeens vanaf achter allemaal zombies komen. Want dat had ik dus bij Mount Melino. Ze kwamen van meerdere kanten. Gelukkig kun je ze hier nog wel een beetje overzien. Alleen, wat ik een beetje zonde vind. Op het moment dat er niemand in de buurt is. Zeg maar, of tenminste, stel ik sta daar of zo. Spannen de zombies in elkaar. En je kan dus als je aankomt lopen hier, kun je niet zien hoeveel zombies hier precies staan. En het zijn er dus best wel wat. Als je je daarin vergist, dan heb je opeens een hele horde boven op je kop zitten. En dat wil je ook niet. Maar heel even boven kijken, is hier nog een extra kist? Nee, hier niet. Hier wel. Hier zit ook weer water in, dat vonden we ook al in het huis. Zitten dus in deze huizen, kunnen twee kisten zitten. Oké. Nou, we lopen gewoon eventjes een beetje het straatje af, totdat we dadelijk zo meteen in de grote stad komen. Hier hebben we weer een kist, een wortel. Want ja, zoals ik al zei mensen, ik ben een klein beetje door mijn supplies heen. Dat ging heel erg snel. Even kijken, hier is er ook weer één. Oké, carrot. Zit hier dan toevallig ook één deze keer? Nee, hier is wel een boom in het huis gegroeid. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Even kijken. Ja, ik ga niet alle huizen pakken mensen nogmaals, want dat is me iets te veel werk. Even kijken, hier staat geen kist. Oh, staat er geen twee kisten in dit huis? Of boven in alle tweede kamers? Of gewoon helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. Ik ga voor de laatste optie, er zit helemaal geen kist in dit huis. Oké, skip, volgende. Even kijken, dan hebben we hier nog eentje en dan kunnen we zo meteen door. Ik wil nog één groot gebouw hebben gehad, sowieso deze opname, dus dat komt wel goed. Cherry tomatoes, die heb ik lang niet meer gevonden. Dat was in de vorige stad nog ergens. Kijk, hier staat ook nog een kistje met een strawberry erin. Je ziet wel, in een huis vind je haast nooit een weapon chest of zo. In een huis vind je meestal water, food of bandages en zo. Maar ja, terwijl je toch wel ervan uitgaat dat je in een huis op zich ook wel een keer een wapentje kan tegenkomen, lijkt mij. Eens even kijken. Hier staat nog een kistje. En ook weer cherry tomatoes. Nou ja, dit is ondertussen wel weer genoeg qua food. Daarachter nog een kist. Nee. Oké, tijd om naar een wat groter gebouw te gaan. Even kijken, dan moeten we hier, zijn we de straat uit. Dan zit hier weer een stukje bos. Laten we naar die parking gaan. Dan moet ik denk ik hier omhoog lopen. Nee, dan moet ik hier naar beneden lopen volgens mij. Want dan zit hier beneden zit ergens die parking zo meteen. Hier zit het water. Ja, oké, dit klopt wel. Moet ik even met deze weg mee. En hier zien we nog meer allemaal van deze huizen. Ja, we gaan niet nog meer van die huizen checken mensen zoals ik al zei. We gaan nu eerst de parking kijken. Want ik denk dat op die parking op zich ook wel wat chesten kunnen liggen. Die zit dan hier zo. Ja, we hebben hem gevonden. Eens even kijken. Hier kunnen we nog wel naar binnen. En dan gaan we eens even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Misschien staan er ook nog wel wat auto's of zo waar je dan loot in kan vinden. Maar we zullen het zien. Hop, we zijn binnen. Ja, hier zien we al een auto. Ik hoor een lekkere pling op TeamSpeak. Snel even het geluid dempen. Even kijken zo. Up en sounds deactivated. Dan is dat in ieder geval ready. Dus even kijken. Hebben we hier nog wat? Nee, dit zou wat loot moeten bevatten lijkt mij. Misschien hier in de grond ergens een chestje. Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar er staat op de. Tenminste, het staat op de map aangegeven. Dus lijkt het me wel dat hier een kist moet zitten, toch? Want er staat één auto. Maar geen chesten. Misschien in dit huisje nog. Oh ja, hier heb ik niet gekeken. Er zit inderdaad één kist hier in het huisje. En daar zit een hamer in. Oké, daar had dus ook iets anders in kunnen zitten. Een mooie tool of zo. Even kijken hoeveel heeft mijn. Deze heeft nog 270 en deze heeft 361. Nou, dan is dat mooi gereld. Dan weten we in ieder geval dat we deze nodig hebben. Zo. Even kijken, even wat vol eten. Zo. En dan kunnen we hier er ook wel weer vandoor. Dan is de parking ook niet echt iets leuks voor nu. Eén kistje, ja, daarvoor ga je niet helemaal hier rondlopen neuzen. Aan deze kant kan ik er echt niet uit. Aan die kant ook niet. Aan die kant wel. Oké, mooi.
Even kijken, dan hebben we hier zo meteen een strand met wat strandhuisjes en zo. En een paar grote appartementen. En aan welke kant zitten die? Die zitten aan deze kant. Dan gaan we even bij die grote appartementen kijken. We kunnen trouwens wel hier even overheen waggelen. Misschien dat we hier ook nog wat kistjes vinden. Ik denk dat je hier sowieso wel wat voedselkistjes vindt. Ja, nou, dit zou al een voedselkist kunnen zijn. Ja, kijk, dat dacht ik al. Even wat water drinken. We hebben hier namelijk een bottel staan. Huppakee, zo. En dan kunnen we hier nog even wat verder kijken. Hier is... Oh, hier is weer een groepje zombies. Laten we die eerst maar even afmaken. En even om ons heen kijken. Niet zombies via achter ons. Nope. Het is gewoon een groepje. Oké. Zo, deze gaat er ook aan. Hop, hop. Ga maar dood allemaal. Ja, lekker man. Oh, ik zie ook gelijk waar ze spawnen. Want er staat er al gelijk eentje stil op de spawnplek. Het zijn twee weak zombies. En die zijn ook dood. Even kijken of we hier nog iets kunnen halen. En anders gaan we die zombie even killen. Ja, hier kunnen we nog een chestje vinden met een cherry tomato. Oké, prima. Even kijken, komt u maar hier. Stom beest. Hop, zo, zo, zo. En die is dood. Hier nog iets van een kist. Je zou haast denken van wel. Iets van drinken of meds of zo. Wat, go? Wat, go? Oké. Kom opeens go in de chat te staan in de alert. Nou ja, oké, het zal wel. 1,5 milliliter waterbottel hebben we ook weer gevonden. Dat is zeker nice. Ik weet niet waarom die go in de alert geroepen werd, maar ja. Ik denk dat er iets bezig is op een andere server. In ieder geval mensen, volgende aflevering ga ik dus nog eventjes verder kijken hier in Kali. We gaan even wat verschillende gebouwtjes uitproberen op wat loot. Kijken wat nou het beste is. We hebben deze aflevering en vorige aflevering best wel wat leuke dingen gevonden. Nou, deze aflevering valt mee. We hebben weer een 1,5 liter waterbottel bij ons. Maar, weet je, dat is wel een voordeel. Want, wat? Hoe kan dat nou? Deze weegt 50 gram. Deze weegt 280 gram. Hier zit minder water in. Oh, wacht. Nee, omdat hier juist water in zit. Nevermind. Heel dom. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie het weer leuk vonden, doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering. Later mensen.